Welkom bij deze nieuwe video. Ik zag net 3 seconden geleden zag ik een pop-up voorbij komen met dat er een babypinguïn is geboren. Gaan we even zoeken. Dierentuin. Nee, dierentuin. Pinguïn. Oh, hier deze. Oh. Oh, hij zit hieronder. Oh, daar. Hij is zo klein. Vandaag heb ik al bedacht wat we voor dier gaan toevoegen. Namelijk de gibbon en de otter. Een kleinklauwotter. En die gaan we dus ook verbinden met dit water hier. Dus laten we maar ook gewoon gelijk beginnen. Ik dacht van, is het niet leuk om een gracht te maken en daaromheen dan een beetje een hek. Maak het wel een beetje. Dat de otters niet door het hek heen kunnen en dat de apen niet in het water kunnen. Zal dit nou eventjes weghalen? Zo. Zo sluiten we dit hier ook op aan. Zo, en dan kunnen we er weer water in doen. Zo, kijk aan. Alle pinguïn is daar naartoe. Oké, dus dan kunnen de otters lekker hier zwemmen. Moeten we daar wel weer even een hek plaatsen. Net zoals de vorige keer. Dat de otters daar dus niet verder de rivier in kunnen. De rivier is wel echt handig om te hebben hier. Even kijken, wat is een leuk hekje. Wat we er omheen zouden kunnen doen. Bouw. Kijken wat voor leuke hekjes we hebben. Ah, dit is wel leuk. Dit, want we zitten natuurlijk met het Aziatisch thema. Uitlijnen met oppervlak doen we even uit. Dan kunnen we rustig gaan bouwen. Als je trouwens zelf nog dieren hier langs wil zien komen, dan mag je dat gerust naar me sturen in de comments hier beneden. Waarom staat hier eigenlijk een zonnepaneel? Dat heb ik vast hier neergezet, maar waarom? Ik heb echt geen idee. Waarom staan deze hekjes schuin? De zetjes staan schuin. Zoiets. Kijken of je. Yep, ik ben zo slecht in dit. Dingen recht zetten is echt niet mijn ding. Ja, anders pakken we gewoon even een stukje. De otters hebben wel genoeg te zwemmen hier.
Misschien dat er ook nog wel meer dieren bij de apen kunnen. De apen die lopen hier en dan kunnen de otters daar. Ik denk dat ze ook gewoon. Ik weet eigenlijk niet of ze met elkaar interacteren. Het zou wel leuk zijn, maar ik denk het eigenlijk niet. Zoals jullie misschien wel op mijn kanaal hebben gezien, heb ik ook een paar aantal polls en. Aantal berichten geplaatst. Dat kon ik vroeger niet, maar dat kan ik nu wel. Dat is best wel handig. Dus het lijkt me heel leuk als je daar op reageert of als je stem uitbrengt of. Denk ik vanmiddag ook nog even zo'n poll gaan plaatsen. We zijn er bijna. Hier moeten we dat hek weer even. Dan gaan we hier verder met de hekjes. Ik denk niet dat het heel precies moet. Een beetje rondom de hekjes. Ja, die zit aan elkaar vast. Dan gaan we eventjes. Boomstam opzoeken. Pak weer eventjes een bruggetje. En anders doe het gewoon met trein. Oké, okay, dat gaat niet. Nee. Even kijken. Zo. Door deze. Zo. Kunnen we de diertjes halen? Zo, dan doen we nog even twee vrouwtjes, denk ik.
Dan de otters. Otter. Kleinklauwotter. Echt, er zijn zoveel dieren. Ik denk dat ik ze echt niet allemaal kan opnoemen, echt. Volgens mij zijn het er 180, dacht ik. Dacht dat het er 180 waren. Dus suggesties, laat me weten. Hier gaat het hier nog goed. We zijn nu al met heel veel. Die gaan even naar het handelscentrum. Omdat die een beetje met te veel leven. Deze dan? Oh ja, daar is een mannetje bijgekomen. Die verplaatst ook even naar het handelscentrum. Oh, wat leuk dat ze dit hebben toegevoegd. Oh, wacht, ik moet honkbal petten. Oké. Okay. Doen we hier. Nee. Volgens mij zaten heel veel mensen hier op te wachten. Ik ook hoor. Knuffels. Ja, de hondenhoede. Maskers. Neushoornhoede. Oh, hier kan je natuurlijk ook. Hier gaan we gewoon alleen maar dierenhoeden opzetten. Tasjes. Mokken, die hebben we nog niet. Laten we hier ook puzzels doen. En hier doen we dierenbeelden. T-shirts. Volgens mij kan je deze tassen en shirts ook letterlijk echt kopen. Maskers. Oké. Nou, is de gift shop op hieronder? Nou, nee. Is het hier lekker gevuld? Oh, iedereen is er al, joh. Laten we eerst even het gras kort maken. Dan gaan we natuurlijk even een klimdingetje voor ze bouwen. Is niet even een grote paal? Dit. Zo jongens, dit is het enige wat jullie krijgen. Nee, oké. Okay. Zoals sneu zijn. Zo. Dan kopiëren we dit even. Zo. Zo, en dan plaatsen we deze weer hier. En dan even naar verblijf.
En dan zetten we weer een bruggetje op. Zo, dan kunnen de aapjes lekker springen en klimmen. En oh nee. Eerst even dit. Wel leuk dat we hier dan een soort van. Het lijkt me wel grappig om hier een vulkaan van te maken. We hebben natuurlijk in de Oceanië. Wat? Oké. Okay. In de Oceanië pakket hebben we natuurlijk wel. Lavastenen gekregen. Dan gaan we even naar de natuur. Oceanie. Deze. Trouwens moet ik dan nog wel even een klein met oppervlak aanzetten. Nou leven deze dieren niet bepaald in een vulkanisch gebied, maar oké, het is best wel leuk om het zo te doen. Ik hoop dat er ook iets is van een rookmaker ofzo. Nog schuiner, denk ik. Ik wil even. Zo, nu is de vulkaan. Geen idee of je dit dan nog kan gebruiken. Maar misschien wel. Kunnen ze erbij? Ja, ze kunnen erbij. Bouw. Oh, daar heb je ook nog. Dat is leuk. Ja, dit is leuk. Vulkaan. Ik denk dat we nog even wat meer klimdingetjes moeten gaan plaatsen. Dat is gewoon wel leuk, denk ik. Dan we nu kunnen beginnen aan de planten. Zo, dan gaan we een beetje een tropische boom plaatsen.
Dan gaan we wat bamboe plaatsen. Het is een bamboe otter geworden. Een panda otter. Ik wou bijna een plasje in het midden plaatsen, maar volgens mij denk ik dat ze genoeg water hebben. Ik wil even wat mooie mangrovenbomen hier zo neerzetten. Dan is het mangrovenbos. Ik weet eigenlijk niet of we planten op een vulkaan gooien. Dat zal waarschijnlijk niet, maar misschien wel. Misschien zijn er planten die er tegen kunnen. Ik heb echt geen idee. Als je het weet, laat het even weten in de comments. Die apen kunnen hier ook in klimmen trouwens. Kunnen ook in die bomen klimmen. Zo. Ik denk dat we Azië even weg kunnen laten. Dan kunnen we gewoon zelf een beetje bepalen wat voor planten we doen. Want ja, we doen toch met geen welzijn. De dieren hebben sowieso privacy nodig. Ook lijn met water. Natuurlijk ook buiten de hokken moeten we natuurlijk ook tropische planten plaatsen. Zo, dit is ook wel mooi. Nee, dit is niet mooi. Hier een hoekje nog een beetje. Nog even aarde. Oh, ze kunnen overal. Ook in het water. Is er al wat in het water? Nee, nog niet. Zo. Nou, ik denk dat dit wel een mooie hok is geworden. Je ziet bijna niks. Maar ja, volgens mij is... Oeh, hier had ik nou echt eventjes niet op gerekend dat het hier zo druk zou worden. Het gaat er waarschijnlijk niet heel mooi uitzien, maar ik denk dat het even moet.
Dus kunnen we hem omhoog doen en dan maken we er even hout van. Even lekker hoog. Het ziet er niet mooi uit, maar dat is wel even handig voor de voordat de bezoekers even niet naar die dieren kunnen kijken. Op zich ziet er ook weer niet zo vreselijk uit. Dan moet je maar gewoon even die kant op. Ja, mensen zijn in zwijnen veranderd. En ze moeten we weer zijn miljard vuilnisbakken gaan plaatsen. Oh. Ik denk dat we het een beetje hebben opgelost, hoewel er ook veel mensen naar de pinguïns kijken. Wacht, misschien heb ik nog wel een idee. We gaan gewoon hier een beetje weghalen. Dan maken we hier gewoon nog een oversteek. Het rondje afgemaakt. Kijk. Nou, dan denk ik dat we een oplossing hebben gevonden voor dat het daar niet zo heel druk wordt. Nou, ik vind vooral de vulkaan heel leuk. Even kijken, waar zit je? Daar. Oh, schattig. Burgers vinden de kaart te goedkoop. 16. En 14. Nou. Dit was de... Nou, trouwens, we moeten hier natuurlijk ook nog even wat planten. Ik begon iets snel met afsluiten. Moeten we nog even wat bebossing plaatsen. Zodat je of vanaf hier of vanaf hier kan kijken. Volgens mij zijn die otters ook best wel schuw. Dus dan willen ze niet heel graag met menselijk contact hebben. Zo, nou is het mooi tropisch. Hierachter moet het natuurlijk ook nog eventjes. Dan pas zijn we klaar. Boeit me eigenlijk vrij weinig welke planten ik hier nou weer neerzet. Als het maar gewoon planten zijn. Zo. Zo, nou nu kan ik. Dit was de video voor nu. Vond je hem leuk? Like en abonneer. En ja, tot de volgende keer.